En dan bepaalt het lot dat we naar AZ Alkmaar moeten. Het AZ van Louis van Gaal. Met allerlei toppers zoals Koevermans, Avelatse en noem ze maar op allemaal. Ja, dus een mooier loting kon je eigenlijk niet wensen. Nee. Nou ja, goed, dat was prima. Dus als je dan toch in de derde ronde bent en je weet dat de kans van verder komen, ja, die wordt steeds kleiner uiteraard. Dan kun je beter een goede tegenstander hebben. Dat was, ja, financieel ook aantrekkelijk, ja. Nou, weet je, het niveauverschil is gewoon ontzettend groot. En ik denk dat het resultaat die dag niet zo bepalend was. Dat is meer de hele entourage eromheen. De laatste sjaal van de aanbieding. Waar beet je dan? Waar beet je ervoor? Wat kost dat dan? 8 euro. Ja, kom, op Alta. Ja. 10. Het is voor deze supporters de wedstrijd van het jaar. Hun voetbalhelden uit de hoofdklasse tegen de nummer 3 van de eredivisie, AZ uit Alkmaar. En ze zijn er helemaal klaar voor. Er is flink bier ingeslagen, de koelboxen zijn gevuld en ook de bussen staan klaar voor vertrek. Onder de supporters bevindt zich ook de burgemeester. We hadden eigenlijk algemene beschouwingen vandaag, maar voor het voetbal hebben we die maar verplaatst voor aanstaande vrijdag. Dus vandaag is er even ruimte voor een sportief moment. En u ziet, de voetbalclub leeft nog echt in de gemeente Meers. We hebben heel wat mensen op de been gekregen, er zijn al een paar bussen weg. En volgens mij gaan we met z'n allen een leuk feestje in Alkmaar bouwen. Mensen zijn een doelpunt, ja. Kostaat. Ja, we maken een doelpuntje. Zeker, hè? Zeker. We krijgen sowieso een doelpuntje mee. Moet ik er nog gaan maken, hè? Hoeveel doelpunten verwacht u? Nou, het zullen er veel worden, maar ik hoop dat ze de goede kant vallen. Ik was tevens ook een busbegeleider. En ik zat in een van de laatste bussen, maar daar zaten ook al, omdat de mensen niet allemaal van Meers waren, van IJsden, Margraten, nou, noem maar op, de andere kant van Limburg, daar zaten de mensen bij mij in de bus. Dat was hartstikke gezellig en ze hadden er allemaal zin in. Nou, en toen op naar Alkmaar en hoe Huub zei, zij stonden daar bij het hotel. Toen wij langskwamen stonden ze om ons op te wachten en allemaal toeteren en zwaaien. Nou, het was een happening van, die heb jij nog meegemaakt toen. Maar ook in Alkmaar zelf, toen we daar aankwamen. Nou, dat was nog eens andere tijden als nu. Allemaal met respect uit de bus, met respect naar die cafés. En altijd gezellig en hele drukke. Want ja, als je misschien YouTube terugkijkt, dan zie je ze door de straten lopen. Het lijkt wel carnaval hier in één keer in Alkmaar. Dat is normaal. Bij ons is het hele jaar door carnaval. Echt waar? Ja, hele jaar door. Maar ja, verwacht je, wat wordt vandaag hier? Nou, David tegen Goliath. Dus als we eerst goed spelen en Alkmaar slecht, dan hebben we een hele kleine kans van ongeveer 5%, denk ik. Zeg eens, wie gaat er winnen? Meersje. Weet je het zeker? Ja. Tegen AZ? Ja. Met hoeveel? 2-1. Louis van Gaal, de trainer van hun. Ja, die pakte iedere wedstrijd wat hij speelde, pakte hij hartstikke serieus. Ja, ze zijn van tevoren 2 keer hier komen kijken. En zo was het ook in de wedstrijd en voor de wedstrijd. Ja, dus hij pakte het heel serieus en met de rust, ik weet niet meer precies, was het 5 of 6-0 of zo. En na de rust werd het dan, maakten wij een doelpuntje, ja, de 5 of 6-1. Ja. Nou, daarna hebben zij het dus nog een stuk of 4 gemaakt. De ruststand was zoals 4-0. En na rust maken wij het eerste doelpunt. En de ontlading was geweldig groot toen Roy Andrian scoorde. Voor ons was dat eigenlijk iets van 0-1. En ja, we zijn naar het supportersvak toegerend. En die hebben allemaal gevierd alsof ze 1-0 achter stonden. Maar het was uiteindelijk maar de 4-1. Ja. Maar na het verloop van de wedstrijd was AZ gewoon domweg de betere ploeg. En werden in één keer 10-1. Maar dat is al niet te min. Dat ene doelpunt, dat is goud waard in Meersen. Ja, toen de wedstrijd afgelopen was en een half uurtje later. Ja, toen leerden wij eigenlijk de echte Louis van Gaal kennen. Hij kwam in ons sponsorroom, hij kwam bij de jongens van ons zitten. Hij kwam mee vertellen, hij kwam foto's maken. Hij deed alles wat hartstikke leuk was. En dat was ook een geweldige happening, ja. Ja, vanuit een afvallende bal komt hij bij Michael Raamakers. Hij krijgt de bal mee, we lopen met 2-1 man af. Hij speelt hem, geeft hem mee. Ik neem hem aan, ja. En ik probeer de korte hoek te pakken en dat lukte. Is het dan ervaren? Ja, vanmorgen opstaan moeten werken, dus toen snel naar Meersen. Toen begon het sprookje. Het sprookje liep niet zo af zoals we gehoopt hadden. Maar goed, het is een hele mooie belevenis voor iedereen. We hebben ons best gedaan. Er zat niet meer in.